Bezoek bereikt, bezoek of opdracht, zou je misschien ook kunnen zeggen, om iets te vertellen over pressure points en het gebruik van pressure points of vital points in de martial arts. Dat doe ik met heel veel genoegen, maar een paar waarschuwende woorden vooraf zijn wel op hun plaats. Wat vooral niet moet ontstaan, is de indruk dat hier nou de expert in pressure point fighting staat. Dat is bepaald niet zo. De indruk die ook niet moet ontstaan is dat hier een deskundige op het gebied van traditionele Chinese geneeskunde, want dat is gerelateerd aan het onderwerp van vandaag, dat een deskundige op dat gebied hier staat. Dat is ook niet zo. De indruk die wel mag ontstaan, en die is ook wel terecht, is dat hier een deskundige staat op het gebied van de westerse geneeskunde, en dan met name op het gebied van de neurologie. En dat is ook een beetje gerelateerd aan het onderwerp van vandaag. Er is in Amerika een plaatsje Meridian geheten. Dat ligt in de buurt van de grote stad Philadelphia. En als je het dan hebt over traditionele Chinese geneeskunde, dan heb je het over meridianen. Dus het lijkt mij een prachtige plaats om daar in de toekomst een soort gelijk symposium te gaan doen. Dat is punt 1. Wat gaan we doen? Een hele korte inleiding. Ik vertel iets over de geschiedenis van de pressure points. Ik vertel iets over wat meridianen zijn en traditionele Chinese geneeskunde. TCM is Traditional Chinese Medicine. Ik vertel iets over wat pressure points en wat vital points zijn en wat het verschil daartussen is en of er wel verschil tussen is. En ik vertel iets over hoe die punten werken, of hoe ze geacht worden te werken. Misschien nog iets over de principes, maar dat is erg ingewikkeld. En daarna komen de technieken tijdens het vervolg van de training aan de orde. Die Kendo-meester, die leefde heel lang geleden. En die had een student. Een student kreeg de opdracht om die Kendo-meester te pas en te onpas op de meest curieuze momenten en tijdstukken van de dag aan te vallen. Dus op een gegeven moment stond die Kendo-meester in de keuken en zijn student viel hem aan, waarbij de Kendo-meester geen tijd had om een zwaard te gebruiken, maar deksels van pannen gebruikte. En de student was daar zo van onder de indruk dat hij een eigen stijl heeft ontwikkeld, een hele martial arts stijl gebaseerd op het gebruik van deksels van pannen. Die student had er niet veel van begrepen, want de onderliggende les van deze korte anekdote is natuurlijk dat die Kendo-meester het meest dichtbijzijnde wapen gebruikte om het meest dichtbijzijnde target aan te vallen. Dat gaat de student nu doen. En wat ik maar wil zeggen is dat er altijd een les achter een les verscholen is. En dat is denk ik vandaag ook een klein beetje het geval. Wat doen martial arts? Nou, dat hoef ik jullie niet uit te leggen. Betrappen, slaan, begrijpen af en toe om een joint block in te zetten, begooien en af en toe doen we ook verwurgingen. Het principe van de verwurging en de gevaren daarvan hebben we al een keer eerder uitgelegd. Wat zijn dan pressure points? Is dat nou een aparte martial art? Nou, eigenlijk niet, want ik denk dat alle martial arts wel gebruik maken van pressure point technieken. En er is niet echt een systeem wat uitsluitend pressure points gebruikt. Afgezien van misschien de geheimzinnige kunst van het dimmak. Maar daar zullen we het verder niet over hebben. Wat wel van belang is dat je in een kata of in een Koreaans kung fu altijd moet zoeken naar de applicaties, de toepassingen van een bepaalde beweging. Of dat nou een worp is of een flap. Of een aanval op een vital point. En als je daar goed naar kijkt, dan zul je zien dat er in die Hiyoons ook heel veel aanvallen op vital points zijn. Een blok is vrijwel nooit alleen maar een blok, maar meestal een tegenaanval al gericht tegen een vital point. Waar komen die vital points vandaan? Die komen uit de acupunctuur. Acupunctuur is denk ik een zeer eerbiedwaardige tak van de geneeskunde, die al duizenden jaren bestaat. In China.
gedaan en die heel erg gebruik maakte van meridiaan. Wat ik wel wil zeggen, is dat in het oude China het zo was dat je eerst de geneeskundige toepassingen van die meridianen moest leren voordat je toestemming kreeg om de martial arts applicaties daarvan te gebruiken. En dat is ook niet voor niks, want die martial arts applicaties zijn levensgevaarlijk en die mochten dus vroeger eigenlijk alleen maar toegepast door mensen die ook de technieken beheersten om mensen weer te reanimeren, tot leven te brengen, al dan niet op geheel eigen oosterse of westerse wijze. Wat zijn meridianen? Dat zijn een soort energiebanen die geacht worden, de universele ki of chi-energie die in het universum zich manifesteert door het lichaam tegelijk. Er zijn 12 meridianen. 12 op de linkerhelft van je lichaam, 12 op de rechterhelft van je lichaam. Al die meridianen zijn heel erg gerelateerd aan de functie van een bepaald orgaan of een bepaald orgaansysteem. Er zijn wel 409 vital points. Dat zijn er heel veel. In die martial arts worden er een dikke 200 gebruikt, maar in essentie komt het erop neer dat er een kleine 20 lethal points zijn, het gebruik waarvan leidt tot dood van je tegenstander. Er zijn bijna 50 punten die leiden tot uitschakeling van de tegenstander door het aanbrengen van een verlamming. En er zijn een aantal tactische punten die eigenlijk niet zo gerelateerd zijn aan het verhaal van vandaag, maar bijvoorbeeld het knijpen aan de binnenkant van de dij of in je zij, bovenarm, in de musculus pectoralis, we hebben dat wel eens getraind. En dat zijn verdomd pijnlijke technieken. En zeker als je daar op de juiste wijze in knijpt. Dat knijpen is niet alleen maar knijpen van je vingers, maar je moet je vingers naar binnen rollen. Roll your fingers in. En dan zul je zien dat de techniek opeens 10 keer zoveel pijn gaat doen. Een kleine grafische tip tussendoor. Hoe ziet die meridiaan eruit? Het is een heel eenvoudige leeravond. Het is een soort lijnsysteem over het lichaam zou je kunnen zeggen. Ik laat het straks wat meer in detail zien. En bij veel westerlingen bestaat twijfel of dit nou echt bestaat. Of het echt werkt, of het echt zo is. Maar als je nou dit plaatje een beetje in je hoofd hebt, en je kijkt naar dit plaatje wat uit onze westerse geneeskunde komt, dan zie je niet veel verschil. Ook hier zie je allerlei banen lopen. Dit zijn dan 7 banen. Aan de linkerkant de zenuwen waarmee je je lichaam bestuurt. Aan de rechterkant het zogenaamde autonome zenuwstelsel, waar jij zelf geen invloed over hebt, maar dat een grote invloed heeft op de functie van je interne organen. En met name het hart. Houd dat vast, want dan kom ik later nog terug als het gaat over de vraag hoe werkt dat nu. Een andere aanwijzing dat er niet veel verschil is tussen die meridianen en onze geneeskunde is het bestaan van de zogenaamde referred pain. Dat kennen wij, dat ken ik als neuroloog heel goed. Wij zien heel veel mensen, bijvoorbeeld met een galblaas- of leverprobleem, die afgrijzelijke pijn in hun rechterschouder hebben. En dan komen ze bij ons omdat ze klachten hebben van de rechterschouder. Maar dat is een soort referred pain die per orgaan verschilt. Nou, dat heeft toch grote overeenkomsten met het idee van allerlei energiebanen die gerelateerd zijn aan het orgaan, waarbij vandaan zich uitstrekt over het gehele lichaam. Dit zijn een zeer schematische weergave van de verschillende meridianen. Je ziet dat sommige van die meridianen slechts over een gedeelte van het lichaam lopen. Bijvoorbeeld deze longmeridiaan, een van de kortste. Als je kijkt naar de galblaasmeridiaan, eigenlijk de langste meridiaan, die eerst nog een krul maakt over je hoofd en dan helemaal van boven naar beneden. Wat ik al zei, die meridianen die zijn gerelateerd aan organen. Long, dikke darmen, maag, mild, pericard, hartzakje.
triple burner, dat is een beetje ingewikkeld. Het meest overeenkomend met onze geneeskunde is de schildklier, hart, dunne darm, blaas, nier, galblaas en lever. Afgezien van deze meridianen zijn er ook nog vaten, de zogenaamde vessels. Dat zijn er in totaal 8. Die vessels die zijn niet gerelateerd aan bepaalde orgaansystemen, maar vormen de verbinding tussen de verschillende meridianen. Ik behandel straks 2 van die vessels, afgezien van deze meridianen, en wel de 2 vessels die het meest gerelateerd zijn aan onze martial arts. Als je dan kijkt naar deze eerste meridiaan, de langste, de galblaas, ik heb die feitelijk erbij gezet omdat dat eigenlijk de meest kritieke punten per meridiaan zijn. Dan zie je dat die galblaasmeridiaan een heel groot aantal punten rond het oor, kaak en op je hoofd heeft. Deze gallbladder 3, die ligt vlak achter het oor, zeg maar. En zoals het met alle punten zo is, de hoek van aanval van zo'n punt doet ertoe. De meeste lethal points zijn punten waarbij je rechtstreeks op het, op het punt aanvalt, dus loodrecht op het lichaam, maar sommige punten moet je onder een hoek van 45 graden benaderen. Als je kijkt naar het punt op je onderkaak, middel op je onderkaak bijvoorbeeld, dat is nou zo'n punt die in een hoek van 45 graden downward naar beneden moet aanvallen om de beste werking te hebben. Als je kijkt naar het punt onder je kaakhoek, dat is een punt wat je moet aanvallen onder een hoek van 45 graden naar boven om de beste werking te hebben. Dus veel punten loodrecht op het lichaamsoppervlak, sommige punten onder een hoek van 40 of 45 graden. De galblaas 24, dat zit zo'n beetje bijna ter hoogte van de galblaas zelf. En dat is zo'n punt dat je eigenlijk dwars door het lichaam heen moet aanvallen. En vergis je niet, dit zijn punten die als je die goed aanvalt, kunnen leiden tot zeer ernstige problemen en zelfs tot het overlijden van degene op wie zo'n techniek toepast. Galblaas. Dit is de long. Dat is iets bijzonders. Want dit punt op die onderarm, longlijf, een beetje als je voelt bij jezelf, je kan het voelen. Je kunt je bicepspace gevoelen. En dan moet je naar de buitenkant gaan. Als je daar om een hoek van 45 graden in gaat, richting pols, dan voel je dat punt heel goed. Waarom is het een bijzonder punt? Niet zozeer omdat dit een dodelijk punt is, maar wel omdat het een soort set-up point is. Bij veel aanvallen die gebaseerd zijn op deze technieken is het zo dat je eerst een ander punt aanvalt om het maximaal effect van je uiteindelijke aanval te krijgen. En die long 5 is een soort universeel set-up point. Dus voordat je richting deze zeer letale punten gaat, dan is het geen kwaad om eerst die long 5 aan te vallen. Dat opent eigenlijk een soort gateway naar de meer letale punten. Dus een set-up point. Dit is de beroemde stammenknijn. Dat komt overeen met de bloedvaten aan de zijkant van de hals. Daar heb ik al eens eerder over gerefereerd. Dat zal ik niet herhalen. Ik kom straks bij het stukje hoe werkt het nou allemaal nog eens uitvoerig aan de orde. Deze moet eigenlijk, dit is een nier. Qua martial arts heeft die niet heel veel zeer letale toepassingen. Dus die heb ik ook niet gemarkeerd. Dit is weer een uitermate gevaarlijk geheel. Dit is de heart meridian. Die zit aan de binnenkant van je bovenarm. En het is niet voor niks dat de oude Chinese martial arts er eigenlijk voor zorgen dat die binnenkant van je bovenarm altijd beschermd is.
Waarom doen ze dat? Omdat hier minstens 3 leeptalen punten liggen. In die oksel is er 1, een paar centimeter naar beneden, aan de binnenzijde van je bovenarm is er 1, en boven je elleboog ligt er nog 1. En vergis je niet, dit zijn hele nare dodelijke punten. Dit is de reden, het bestaan van deze meridiaan is de reden dat die Chinese martial arts ervoor zorgen dat die bovenarm eigenlijk altijd gecoverd is. Die binnenkant van je arm, daar kan je niet bij komen. Als je erbij kan komen, dan heb je gelijk een gelegenheid, een opportunity om daar maximale schade aan te richten. Pericardium 6. Ongeveer een handbreedte boven je pols. En ook dit is weer zo'n punt dat om de hoek van 45 graden beter werkt dan wanneer je dat rechtstreeks naar beneden. Nico, zou ik jouw arm even mogen gebruiken? Niet om het toe te passen, maar om te laten zien. Kijk, als je dit punt recht naar beneden gebruikt, dan werkt het misschien wel, maar het werkt beter als je met een draaiende beweging 45 graden naar beneden slaan. Je kunt voor die 45 graden dit gedeelte wat je kan gebruiken, wat je ook kunt gebruiken, is dit botstuk, de ulna, de buitenkant van je arm, om dat met een korte draaiende beweging naar beneden te doen. Je voelt het verschil, denk ik, tussen dit en dit. Dat is een belangrijke techniek. Ook een beetje een set-up point. Niet dodelijk, maar wel een set-up. Dit punt aan de buitenzijde van je onderarm is ook een punt wat uitermate vervelend is, maar niet heel erg leeftaal. Je kunt het gebruiken om uit een wrist grab, uit een pols, om klemming te komen. Dit punt hier is wel weer een heel vervelend punt. Long 18 of long 17 of in de buurt, want het zit wat meer naar voren dan dat punt van die slagader in je hand, dan een lijn, maar ook daar zijn een aantal punten die extreem gevaarlijk zijn. Small intestine, die hals, dat zie je wel, is net zoals de regio rond je oor en het achterhoofd, een regio die vol zit van hele gevaarlijke punten. En ik kan niet genoeg benadrukken dat je extreem voorzichtig moet zijn, ook in de training, met het trainen van dit soort punten. Dat kun je eigenlijk niet goed trainen zonder risico te lopen. En de boeken die ik hierover heb geraadpleegd en heb bestudeerd en doorgelezen, zeggen eigenlijk dat je bij mensen boven de 40 dit soort technieken überhaupt niet zou moeten trainen. Want die vaatband is dan toch al brittle en het jongste is dat van die vaderland, de woordenkregen die daarmee problemen hebben. Dit is van de plekijker liver. En die liver heeft 1 punt en die zit ook bijna boven die liver. Ik heb het punt net al genoemd bij de galblaasmeridiaan. Ook een punt wat je dwars van links naar rechts moet attackeren. Dit is het punt van de blaas. Dat zit achter je oor, een beetje aan de zijkant. En ook die nek en je achterhoofd is een extreem gevaarlijk gebied. Ik zal straks uitleggen waarom dat zo is. Dit is een lastig benaderbaar punt. Ik heb er uit het hoofd over gebroken. Dat zal ik hier niet herhalen. Aan de zijkant van je hoofd kun je ook bij jezelf voelen. Als je aan de zijkant van je oog voelt, dan voel je een inkeping, een deuk, zeg maar. En dat is een punt wat je op een hele speciale wijze moet benaderen. Nico, als je zo goed zou willen zijn. Een heel gevaarlijk punt, een punt wat je, kijk, hier voel je het, er zit een deuk. Dit is een punt wat je niet rechtstreeks moet benaderen, maar wat je van achter naar voren moet benaderen. Dus een hele goede techniek is bijvoorbeeld een backfist die op deze manier van achter komt en dat punt zo meeneemt. Levensgevaarlijke techniek.
te doden, als je het goed gebruikt. De techniek is van achter naar voren, niet rechtstreeks. Zal ongetwijfeld ook werken, maar de maximale schade ontstaat als je dat van achter naar voren weet te attackeren. Dit is een van die twee vessels. Die lopen in de midline van onder naar boven en aan de achterkant in de midline loopt ook de weg. Dit is de conception vessel. Dit is de governing vessel. Je ziet dat die midline vessels die hebben een groot aantal maximaal metalen punten. Dat komt omdat die midline in het lichaam een aantal structuren hebben, die zal ik straks in neuroanatomische plaatjes nog wat laten zien en verduidelijken, met hele nare effecten. Daarom zie je ook altijd, of niet altijd, maar in bepaalde trainingen, luidt het motto: als iemand wilt aanvallen, val zijn centerline aan. Het aanval van zijn centerline is in het algemeen veel effectiever dan wanneer je de zijkanten van het lichaam opzoekt. Als je verdedigt, is het ook beter om je centerline goed te verdedigen dan om je schouder te verdedigen. Zeg maar, die schouder die kan wel wat hebben, hoewel er aan de buitenkant van de arm, die ook nog onderwerp is, ook een punt is wat je heel goed kunt gebruiken om iemand uit te schakelen. Je ziet hier waar deze spier, de deltoïdisch, eindigt. Daar voel je een inkeping. En dan dit is een punt wat je weer heel goed met dit stuk ulna kunt aanvallen. Het hoeft maar een heel kort te zijn. Dat is een extreem nare techniek. Als je dat een klein beetje met power doet, is die arm eventjes uitgeschakeld. Useless. Verlamd. Het is trouwens met, dank u wel. Het is met veel van die punten zo dat ze gelokaliseerd zijn op een stuk lichaam wat je kunt voelen. Dus een deukje of een spier eindigt of een bot begint. Je kunt dat een klein beetje, ik zal straks nog wat meer uitleggen, maar goed om vast te houden. Dit is spleen, de milt. En daar zit een heel vervelend punt aan de zijkant van je ribbenkast. Het komt omdat daar de zenuw langsloopt, thoracicus longus. Als je die met een elleboogstoot weet te attackeren, dan kun je er zeker van zijn dat je tegenstander in ernstige ademnood raakt, want zijn hele spiermassa rond de thorax kunt spalken, kan eigenlijk niet meer ademen. En als je dat echt heel hard doet, dan is het ook een letaal punt. Dit is weer de midline van achter, de zogenaamde governing vessel. En ook hier zie je weer dat er een groot aantal punten is die voor aandoden toegankelijk zijn. Wat zijn nou vital points of pressure points? De naam pressure points is een beetje misleidend. Waarom? Pressure point wekt de indruk dat je dat alleen met druk zou kunnen aanvallen. Dat is niet zo. Want je kunt veel van die punten ook met een strike aanvallen. En veel van die punten zijn ook makkelijker en effectiever benaderbaar met een strike dan met een druk. Eén van die punten ligt namelijk gewoon boven op je hoofd. Nou, dan kun je heel hard op duwen, daar gebeurt niks. Maar als je boven op je hoofd een hammer fist laat neerkomen, dan gebeurt er wel wat. Dat gaat bij de waarom dat dan gebeurt. Die punten zijn een poort naar je centrale zenuwstelsel. En de energie die jij opwekt met een strike of een schop, wordt doorgegeven aan je zenuwstelsel. En je zenuwstelsel kan daar niet tegen. Is daar niet voor gemaakt. Veel van die punten zijn een vertakking van een zenuw op een plaats waar een zenuw dicht in de buurt ligt van een bloedvat, of dicht in de buurt ligt van een gewricht, of anderszins. Een van de mechanismen waarom die vital points of pressure points werken, is dus ook, als je een punt attackeert, valt je weliswaar één zenuw aan, maar die andere zenuw ligt daar dicht.
dus een multipliciteit van voortgeleiding van die pijnsignalen. Die valt één punt aan en veel meer baansystemen worden geactiveerd. Het lijkt op een soort overload van je brein. Als de bliksem inslaat, die slaat op één punt in, maar die kan via een slootje of de elektriciteitskabels die er liggen, of zelfs rioleringskabels of buizen, kan die zich verspreiden. Dat is een mooie analogie voor zo'n pressure point. Die cycle of destruction, dat is een extreem meer geheime toepassing van die meridianen. Behalve het feit dat die meridianen gelieerd zijn aan het orgaansysteem, hebben ze ook allemaal iets te maken met één van de vijf basiselementen, zoals de oude Chinezen dat vaker: water, vuur, hemel, aarde en metaal. Die kun je in een soort rondje op papier zetten. En er is een bepaalde volgorde die zeer extreme schade van het lichaam aanleiding geeft. Dus als je de meridianen aanvalt volgens die cycle of destruction, heb je de grootste ravages bereikt. Waarom gebruiken we vital points? In een gevecht, hoe goed je ook getraind bent, schrik je toch als zo'n gevecht begint. Als je op straat opeens onverhoeds wordt aangevallen, krijg je een brain freeze. Dat is niet omdat je ijs eet, dan krijg je ook een brain freeze van. Maar dat is weer een andere brain freeze. Je stopt, zeg maar, je mind goes blank. In zo'n situatie is het goed om een aantal basale technieken tot je beschikking te hebben, die in zo'n situatie min of meer eenvoudig toepasbaar zijn en die een zekere ruime of error hebben, zeg maar. Je hoeft zo'n punt, het is het fijnst om het precies te raken, maar als je het klein beetje naast je, zal het ongetwijfeld ook wel werken. Als je tegenstander sterker is dan jij, ik ben bijvoorbeeld een bijzonder sterke tegenstander, dan heb je niet heel veel kans om kracht tegen kracht te gebruiken. Dat is niet handig. Wat dan misschien wel zou kunnen werken, is als je zo'n centraal zenuwstelsel kunt uitschakelen door gebruik van een pressure point. Want hoe sterk je ook bent, het is onmogelijk om die pressure points te trainen. Dat gaat niet. Een aanval op een pressure point, ook bij krachtpatsen, zeg maar, werkt. Want je kunt die pressure points niet trainen tegen aanvallen. Iedere beweging die je tegenstander maakt, ontbloot een vitaal punt. Zeg maar, als ik zo blijf staan, dan zijn er bijzonder weinig punten toegankelijk. Maar dat kan ook niet veel. Als ik hem de klap wil geven, kijk eens. Dit ontbloot. Dit is bloot. Hier, aan de zijkant van je bovenbeen, een heel vervelend punt. He, dus als je iets wilt, dan zul je moeten bewegen. En als je beweegt, ontstaat er altijd wel ergens een toegankelijk vital point. Pain works. Als je een klap op je schouder krijgt, so what? Als je een klap op je plexus solaris krijgt, dan ga je onwillekeurig, ga je dit doen. Je gaat weg en je gaat dat gebied ga je afdekken. Dat kun je bijna met mathematische, met wiskundige zekerheid voorspellen dat dat gaat gebeuren. En daar kun je gebruik van maken in het vervolg van je aanvalspatroon. Kortom, een goed gerichte aanval op een vital point is veel effectiever en hoeft niet met grote kracht te worden uitgevoerd. Als het goed wordt uitgevoerd, is het zeer effectief. Nu komen we op een kernpunt van de opdracht die je Klaas aan het gaf, namelijk hoe werkt dat dan? Je maakt al plaatjes, dit is denk ik de laatste tekst die je aan, je maakt al plaatjes ter verduidelijking. Er zijn een aantal dingen. Het eerste punt wat je moet onthouden is dat er een chain of reaction is. Dus een bepaalde capping. Als je een klap rond je mond.
systeem in de marra. Dat wordt overvoerd met prikkels. De bloedvaten hier gaan uitstaan. En dat betekent dat bloed wat je brein nodig heeft, wordt geshunt. Als je brein te weinig bloed hebt, dan sta je een beetje halfduizelig en je ziet geen target meer. En je hebt een chain of reaction. Dat is één punt waarom die pressie kan raken. Die vasoreceptoren, de zijkant van hals en bloedvat, beroemd, maar er zijn meer plaatsen in het lichaam die van drukmetertjes voor de bloeddruk zijn voorzien. Ik heb vaker uitgelegd, als je hier plat krijgt, dat bloeddrukmetertje denkt, oh jee, er ontstaat een enorme stijging van de bloeddruk. Wat moet ik doen? Ik geef signalen door aan de hersenen dat de bloeddruk omlaag moet. De bloeddruk is natuurlijk helemaal niet hoog. Althans, misschien niet iedereen, maar niet in het rest van de lichaam. Die hersenen zeggen tegen de bloeddruk, down, down, down. En daar gaat mee. Want je brein krijgt geen bloed meer. En geen zuurstof en geen suiker. Dit is een vaatwandmeter. De boog van je aorta, die uit het hart komt. Daar zit de barometer in. En de derde en laatste plek in je lichaam waar die barometer zitten, is in je nier. Er zijn dus drie plaatsen die volgens dit mechanisme door die vital organs kunnen worden aangepakt. Trigemine vasculaire systeem. Je hele gezicht aan de voorkant tot en met een klein stukje aan de achterkant wordt voorzien door één van de 12 hersenringen. De vijfde, nervus trigeminus. Die trigeminus heeft een groot representatiegebied in de hersenstam. En loopt een heel stuk naar beneden, naar het gedeelte van de hersenstam, dat wordt je vitale centra. Dat betekent, als jij een klap hier krijgt, in het gebied van die vijfde hersenzenuw, dat hele trigeminus systeem wordt geactiveerd, dan gaat een signaal naar beneden naar die hersenstam, waar ook de centra voor bloeddruk en ademhaling zitten, en daar ga je. Een aantal van die vital points zijn gericht tegen een groot en belangrijk orgaan. Wat ik net al zei, die hammerfist bovenop je hoofd, op de vertex, daar val je geen bloeddruk mee aan, daar val je geen spier mee aan, maar je valt wel direct je hersenen aan. En als je direct je hersenen aanvalt, dan ben je hersenen in een staat van schok. Dat hangt op. De andere hersenzenuw waar ik vandaag straks over wil gaan, is de nervus vagus. De langste hersenzenuw die men kent, gaat heel diep de buikholte in en gaat ook naar je hart. Ik heb het al gezegd, onthoud die vagus en onthoud die hart. De amplificatie heb ik net ook al uitgelegd. Als je een punt aanvalt waar één zenuw dicht in de buurt van een andere zenuw loopt, gaat die andere zenuw ook meedoen als reactie. Pijn. En je krijgt dus verspreiding van het pijnsignaal via verschillende baansystemen. Amplificatie, verspreiding. Je kunt een zenuw afsluiten. Je kan elektriciteitsschuiven kan je afsluiten. Je kan kortsluiting krijgen. Dat komt er te veel stroom door een kabel. Dat is ook een punt. En je kunt het systeem zodanig overvoeren dat er een soort totale overloop ontstaat en er ontstaat een shutdown. Het lichaam is één geheel. Het lichaam is uitermate complex. Ik denk dat het lichaam nog veel complexer is dan wij ons, ook wij medici, ons realiseren. En als je één key-point van het lichaam aanvalt, ontregelt de hele rest. De volgende opmerkingen, sealed breath, sealed vessel, tear the muscle, tear the bone en attack the major organs komen eigenlijk uit de wereld van de Tai Chi. En ik dacht dat Wim ook een grote oefenaar is van de Tai Chi. Dus je zal deze uitdrukkingen niet breed voorkomen. Pain withdrawal reflex, dat is een aardigheidje. En dat betekent eigenlijk dat je kunt voorspellen wat er gaat gebeuren als je iemand op bepaalde manier aanvalt. Daar komen we straks bij de techniek op terug. Een ander belangrijk punt waarom die vital points werken, is het zogenaamde second
secondary impact syndroom. Als jij een enorme klap krijgt tegen je hoofd, dan gaan je hersenen gaan schudden. Je bent misschien even weg, daarna doe je het weer. Maar je hebt wel een hersenkneuzing opgelopen. Dat kan een beetje gaan zwellen en een beetje gaan bloeden. En dat is een van de redenen dat mensen uren of dagen na een ongeluk opeens down en out gaan. En daaraan ook kunnen overlijden als er niet snel wordt opgetreden. Als je een enorme klap krijgt op een van de punten op je been, hier midden in de kuip zit ook een tamelijk naar punt, dan ben je misschien even uitgeschakeld omdat die spier dit doet. Daarna kun je weer lopen. Maar als die klap zo hard is dat daar de bloedvaten die langs lopen beschadigd worden, kun je een trombosebeen oplopen. Als je een trombosebeen onbehandeld laat, heb je kans dat je een paar dagen later, terwijl je vrolijk loopt, opeens longembolie uit dat been krijgt en boem, te gronden gaat. Ik denk dat deze secondary impact syndromen de verklaring zijn voor de zogenaamde death touch uit het wildmak. Het zijn van die hele geheime technieken dat een grootmeester met zijn vinger die dit doet, of weet ik veel wat, en dat degene waar het om gaat dagen later bezwijkt. Ik denk dat je dat kunt verklaren door deze secondary impact syndroom. Je brein. Nou, het ging eindelijk een beetje tot rust te komen, want nu kom ik op een gebied waar ik echt iets van weet, zeg maar. Andere dingen, daar heb ik een beetje in te verdiepen. Maar dit is mijn home turf. Dit is het brein. Dit is je hersenstam. Hier in die hersenstam, aan de achterzijde, zit de motor van je bewustzijn. Het zogenaamde ARAS-systeem. Ascending Reticular Activating System. Een ingewikkelde naam, maar je moet onthouden dat hier in je hersenstam aan de achterkant de motor van je bewustzijn zit. Dat zit namelijk dichtbij de achterkant. Dit is de achterkant, dit is de voorkant. Nu weet je ook waarom zo'n klap tegen je achterhoofd uitermate naar en in principe tot bewusteloosheid aanleiding kan geven. Ik klap namelijk direct tegen de motor van het bewustzijn uitgeschakeld. Het hart. Je hebt je hart nodig om te circuleren. Als je hart ermee stopt, circuleert er niks meer en ga je down. En nou, ik zal je straks laten zien waarom dat hart ermee stopt. Dit is een zenuw. Een zenuw zoals die door je armen en door je benen loopt. Je ziet dat zo'n zenuw is opgebouwd uit verschillende dingen. Zenuwvezels, zodat er bloedvaatjes in. En je ziet dat er dikke vezels zijn en dat er ook dunne vezels zijn. Die dunne vezels, dat zijn de vezels die pijn gelijken. En die eigenlijk onderdeel uitmaken van dat autonome, zelfstandig functionerende zenuwstelsel. Dat wat ik in het begin al heb gezegd, jongens, dat autonome zenuwstelsel bestuurt al je organen en vooral ook je hart. Nu weet je waarom het zo is, dat als jij een zenuw maar genoeg plaagt en pijnigt, dan plaag je die dunne, pijngelijkende vezels, die hebben een grote invloed op het autonome zenuwstelsel. En als je dat maar goed genoeg doet, dan gaat je hart steeds langer aan het slaan, stop ermee en je gaat dalen. Dit is zo'n gebied waar een groot aantal zenuwen vlak bij elkaar worden. Dit is een plexus. Nico, ik heb je hulp weer even nodig, als je dat goed zou willen rennen. Ik zei al, dat de binnenzijde van die bovenarm is een heel naar en gevaarlijk gebied. Het punt hart 1 gehecht, het begin van de heart meridian, zit rechtstreeks in die oksel. Nu weet je, daar lopen heel veel van die zenuwen. Je zult het ook begrijpen, als je heel veel van die zenuwen in één keer plaagt, dat er een enorme overload aan prikkels richting autonome zenuwstelsel
en hard gaat. En dat je dus op deze manier de meeste kans hebt dat het hart ermee stopt. En dat die in ieder geval tijdelijk is uitgeschakeld. Dit is een plexus. Plexus is niks anders dan een woord voor verbinding, ingewikkeld spoorweg. Amplacement zou je kunnen zeggen. Kruis nog een keer terug. Dat zie je hier ook. Dit is de plexus tussen nek en arm. Tussen bekken en been heb je er ook een. Er zijn er nog een paar. Je hebt rond het hart heb je ook een soortgelijke plexus. Je weet je ook dat als je het hart rechtstreeks aanvalt, dat je op die manier kunt zorgen dat het hart ermee stopt. Midden op het borstbeen is ook een plexuspunt. Dat is ook zo'n punt wat je rechtstreeks aanvalt. Als je dat goed doet, krijg je via hetzelfde mechanisme hartstilstand. Hieronder zit de plexus solaris. Ik gebruik het veel op de trainingen. En iedereen weet, als je dat punt aanvalt, dat je een enorme prikkeling van die nervus vagus, die alles bestuurt, waaronder je hart krijgt. En dat je op die manier heel gemakkelijk down en out kunt gaan. Dit is overigens een punt wat je het best, je kan hem rechtstreeks aanvallen, maar het grootste effect is als je dat een klein beetje hier onder zo'n hoek van 45 graden naar boven doet. Dus dit is ook weer zo'n punt wat een uitzondering moet bereiken dat je loodrecht op het lichaamsoppervlak aanvalt. Boven de blaas zit ook een plexus. En dat is een punt wat eigenlijk niet zo heel veel bekend is, niet zo heel veel gebruikt wordt, maar een uitermate effectieve manier om iemand uit te schakelen. Dus niet hier een beetje onder die plexus solaris in die maag gaan, hè, want daar kan die heel veel hebben. Maar als je dat naar beneden doet, blaas, dan is het wel in één keer weer klaar. De achterkant van het lichaam kent ook een paar plexus. Meervoud van plexus is plexus, vandaar plexus. Aan de binnenrand van het schouderblad is ook een gebied wat zeer rijk van zenuwen voorzien is. Dus als je dat aanvalt onder een hoek van 45 graden, of deze, onder een hoek van 45 graden, krijg je ook weer zo'n effect naar het hart. In het midden van de wervelkolom, maar dan sla je eigenlijk op het rechtstreeks op het ruggenmerg. En hier rond de nieren heb je ook een plexus. Er zijn een aantal gebieden die heel erg lijken op deze plexus. Nervus vagus, dit is autonomisatie, daar heb je twee dingen van autonoom. Parasympathisch en sympathisch. Fight or flight reactie. Parasympathisch is als je eigenlijk in rust bent. Als je deze nervus vagus die hier uit die hersenstam komt, en ik heb net al gezegd dat die hersenstam het gebied is waar belangrijke centra liggen die je bloeddruk en je ademhaling reguleren. Als die nervus vagus te veel prikkels geeft, dan zeg je tegen het hart, stop een moment, slows your heartbeat. Dit is zo'n waardeloze toestand. Hier zie je wat er gebeurt als het brein rechtstreeks wordt aangevallen. Er ontstaat een bloeding, dat is een van de mogelijkheden, er ontstaat een bloeding tussen je hersenen en de schedelbal in. Als dat maar lang genoeg doorcijpelt, neemt dat uiteindelijk zodanig veel ruimte in dat de inhoud van één compartiment van het brein gaat verschuiven naar een ander compartiment, waar het niet hoort. Je ziet dat hier een stuk van deze hersentak naar beneden duwt op de hersenstam. En jullie weten nu al dat als je duwt op die hersenstam, dat is centraal voor ademhaling en bloedregulatie zeggen, oké, ik stop ermee. Dat zie je eigenlijk nog een keer, bijvoorbeeld bij een kneuzing van de hersen, met hetzelfde effect. Hier zit de beroemde drukmeter in het bloedvat aan de zijkant van je hals. Onderdeel uitmaken van het
waarom recepten gekregen. Nog één keer hoe dat nou werkt. Mooi plaatje. De zijkant van je slagader, van de hals, stuurt een bericht naar je hersenstam. Van luister eens, hersenstam. Ik merk een veel te hoge bloeddruk. Daar moet iets aan gedaan worden. Hoe doet die hersenstam dat? Die zegt, oké, ik stuur een signaal naar het hart. Het hart heeft een sinusknoop, de automatische regelaar van je hartritme, zeg maar. En als je tegen die sinusknoop zegt, via dit zenuwtje van de nervus vagus, doet een beetje langzaamaan, want die bloeddruk is veel te hoog. Dan gaat dat hart langzaam kloppen. En als je zodanige informatie uit die hersenstam doorgeeft, want de bloeddruk is veel te hoog, dan zegt het hart, oké, ik stop er helemaal mee. Want dat is de manier om die bloeddruk weer te reduceren tot in dit geval nul, zeg maar. En aan te doen. De baroreceptor zit ook in de aorta en zit ook in je nier. Er zijn drie plaatsen waar dit mechanisme optreedt. Behalve dat het iets doet aan het ritme van het hart, die baroreceptor, doet het ook iets aan de diameter van alle bloedvaten in je lichaam. Daar hebben wij neurologen helaas altijd veel discussie over met de cardioloog of ambulance medewerkers. Die brengen dan iemand naar de eerste hulp en die is er dan bij neergevallen. En die zeggen dan, ja, het moet iets neurologisch zijn, want we hebben voortdurend een normaal hartritme gemeten. Dan zeg ik, ja, dat zat allemaal wel. Maar als de bloedvaten zodanig gaan openstaan, dat er opeens veel te veel ruimte is voor het circulerende bloedvolume, dan heb je precies hetzelfde effect als wanneer je tegen je hart zegt, stop er maar mee. En dat krijgen we er niet in, zeg maar, bij de aanvallende specialisten. Er zijn altijd heel veel discussies over. Dus ook die verwijding van alle bloedvaten in je lichaam kan aanleiding geven tot verlies van bewustzijn. Onderdeel van die baroreceptorreflex. Dat is het trigemine systeem, de grote zenuwen van je hoofd, zeg maar. Dus wat je moet onthouden zijn twee zenuwen, nummer 5 van je gelaat en de vagus. Ik denk laatst dat het voorlopig bij deze korte explicatie van de martial arts punten zou willen laten.